In elk kind, in elk mens is er een grote schat, een energie die daar zachtjes rust. Je kan het vinden op een heel belangrijke en veilige plaats, binnen jezelf, bij het heilig been. Deze energie is pure liefde en het enige wat het wil is ontwaken, zodat we de schoonheid en de kracht die binnen ons zit kunnen voelen. Om zo in harmonie te worden, verbonden met de wereld om ons heen. Om deze energie te ontwaken heb je een groot verlangen, een goede aandacht en een diepe stilte nodig. Laten we op de grond gaan zitten in kleermakerszit of op een stoel. Doe je schoenen uit en probeer je rug recht te houden. Laten we samen deze reis beginnen om zo onze energie te ontdekken, onze innerlijke schat. We kunnen diep inademen. Onze ogen dicht doen en proberen onze innerlijke schoonheid te voelen. Laten we mediteren. We kunnen onze handen op de moeder aarde leggen en daar vragen om onze gedachten, onze angsten en alles wat ons dwars zit, weg te nemen. De aarde zorgt voor ons als een moeder. Leg in deze stilte je handen op je schoot, met handpalmen naar boven. En laat dan je aandacht naar binnen gaan. Tijdens de meditatie blijft je linkerhand voortdurend op je schoot. Laten we onze rechterhand aan de linkerkant onder onze buik leggen en van binnen in stilte zeggen: ik wil heel graag mezelf en de bijzondere energie die in me zit leren kennen. Ik wil heel graag mezelf en de bijzondere energie die in me zit leren kennen. Je kan je rechterhand een beetje naar boven brengen, nog steeds aan de linkerkant. Hier rust de kwaliteit van het meesterschap. En wanneer deze wordt ontwaakt, zijn we in vrede en weten we wat goed is voor ons. Laten we de energie vragen om naar hier te komen. En dan kan je jezelf zeggen:
energie. Ik verlang ernaar mijn eigen meester te zijn. Laat me alsjeblieft de vrede van binnen voelen. Energie. Ik verlang ernaar mijn eigen meester te zijn. Laat me alsjeblieft de vrede van binnen. Laten we onze rechterhand op onze hart leggen en een paar keer in onszelf zeggen: energie, kom alsjeblieft in mijn hart en laat me de vreugde en de moed voelen die in mij zitten. Energie, kom alsjeblieft in mijn hart. En laat me de vreugde en de moed voelen die in mij zitten. Laten we dan nu onze rechterhand naar onze nek brengen en in onszelf zeggen: energie, maak alsjeblieft mijn zachte, lieve kant wakker en laat me aardig zijn voor iedereen. Energie, maak alsjeblieft mijn zachte, lieve kant wakker en laat me vriendelijk zijn tegen iedereen. We kunnen nu onze rechterhand naar ons voorhoofd brengen en zeggen in onszelf: energie, kom alsjeblieft naar mijn voorhoofd en help me te vergeven en de liefde te voelen voor iedereen. Energie, kom alsjeblieft naar mijn voorhoofd en help me te vergeven en de liefde te voelen voor iedereen. We kunnen nu ons hand bovenop ons hoofd leggen en we zeggen in onszelf: energie, alsjeblieft kom naar hier en laat me de schoonheid van de stilte voelen. Laat me verbonden voelen met het hele universum. Energie, alsjeblieft kom naar hier en laat me de schoonheid van de stilte voelen. Laat me verbonden voelen met het hele universum. Laten we nu ons hand verder omhoog brengen
en proberen de energie te voelen die ons verbindt met alle kinderen van de hele wereld in een groot hart. We kunnen nu zachtjes onze rechterhand terug op ons schoot leggen, nog steeds met de handpalmen naar boven. Een paar minuten in meditatie blijven en de energie voelen die binnen ons stroomt.